De komende weken leg ik de link tussen twee klassiekers. Eén uit de boekenkast en één uit de platenkast. Laat ons beginnen met een van de bekendste openingszinnen uit de rockgeschiedenis. Please allow me to introduce myself. I'm a man of a well. In Sympathy for the Devil zingt Mick Jagger in naam van de duivel die duizenden jaren getuige is geweest van al het geweld op aarde. De inspiratie voor de tekst haalt Jagger uit een duivelsboek. Niet uit de duivelse poppenspeler van de Rode Ridder, ook niet uit Vooruit de Rode Duivels, maar wel uit De Meester en Margarita, een meesterwerk van Mikhail Bulgakov. In dit boek wordt Moskou overvallen door de duivel en zijn gevolg. Een kater, een dwerg en een heks. Ze stichten overal brand en ze moorden er lustig op los. Bulgakov levert in het boek tonnen kritiek op het communistisch regime van die tijd. Reden genoeg dus voor Jozef Stalin om het boek onmiddellijk te verbieden. Pas jaren later komt er een zwaar gecensureerde versie in de boekhandel terecht. En daar ziet zangeres Marianne Faithfull het liggen wanneer ze op zoek is naar een cadeau voor haar toenmalig lief, Mick Jagger. De Meester en Margarita werd door de Russen verkozen tot het beste boek van de 20e eeuw. En het album Beggar's Banquet van de Rolling Stones, waar dit nummer op staat, is volgens muziekblad Rolling Stone een van de beste albums aller tijden. De ene klassieker is de andere waard.